Het wordt deze week een hittegolf in Nederland, dus dat betekent natuurlijk verschrikkelijk heet. We gaan jullie deze week meenemen tijdens deze hete dagen. We gaan met Robin een keertje springen, want die heeft van het weekend springwedstrijd met twee paarden. Dus daar moet natuurlijk even voor geoefend worden. Al zijn we wel benieuwd of het doorgaat met deze hitte. Blijf vooral kijken. Veel plezier! Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is best vroeg. Nou, het is eigenlijk helemaal niet vroeg. Het is 9 uur. Het is eigenlijk helemaal niet vroeg. Ja, het voelt. Jij vindt het vroeg. Ik vind dat best vroeg. En we zijn onderweg naar Rotterdam, naar de kliniek. En ik heb vandaag weer controle. En als het allemaal goed is, dan mag ik misschien ook alweer autorijden. Niet dat ik dat nog helemaal zie gebeuren, dat autorijden. Maar dat zijn we wezen weer. Nou, het voelt verder allemaal goed. Dus ik ben ook benieuwd wat de arts ervan zegt. Dus dat gaan we nu doen. Weer in de auto terug. We zijn ondertussen weer in het Westland. Kijk, alle kassen. Super goed. Het ziet er super mooi uit. Het is heel mooi geheeld, of althans aan het helen. Ik mag ook weer gaan autorijden. Ik zie het nog niet zo voor me, maar ja, ga ik toch maar eens proberen straks. En wat gaan we nu doen? De Formule 1 race terugkijken van gisteren. Yay! Nou, we hebben Robin ook weer de deur uitgewerkt. De koelkast is stuk. Hij doet niet meer verwarming het bovenste stuk. Kan ook niet gemaakt worden. Dus we moeten in een nieuwe koelkast. Dus vanmiddag gaan we op zoek naar een nieuwe koelkast. Zover de update van mijn zeer spannende leven. Het is ondertussen weer avond en we gaan aan onze avondwandeling beginnen. Het is dinsdagochtend. We zijn hier vandaag met Icaros. Ik ga Icaros eventjes opzadelen. Italia heb ik al opgezadeld en die staat in de stapmolen. En waarom heb ik dat gedaan? We gaan vanmorgen met Robin even een paar sprongetjes doen. Afgelopen zondag heeft Robin Italia meegenomen op oefenspringen. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus we gaan aankomend weekend nog weer een keertje. Want de twee weekenden daarna... Drie weekenden zelfs, toch? Of twee? Nee, twee weekenden. De twee weekenden daarna kan ik niet. Dan nu eventjes twee weekenden achter elkaar. Hebben ze daarna twee weekenden een beetje springvrij. Italia is al opgezadeld, die loopt in de molen. En nu ga ik Icaros opzamelen. Zo, nou Icaros is er klaar voor. Ik doe Icaros even aan de hand stappen terwijl Robin aan het springen is. Kan Icaros ook alvast een beetje aan de hindernissen wennen. Kleine wending, wel met been blijven rijden. Rij nog maar een keer naar die witte, naar die roze. Zo, ja. Kijken, blijf aanvullen, blijf aanvullen, blijf aanvullen. Goed zo. Nou, Italiaatje heeft echt super goed haar best gedaan. Die staat nu lekker eventjes op stal met de therapiedeken van Bukas. En lekker wat te eten. En dan ga ik nu naar Robin, want die zit op Icaros. Zo, lekker galopperen. Niet hard, maar wel voelen dat hij grote galopsprongen maakt. En een beetje, als hij daar groot komt, een beetje wachten. Ja, dit. Heel goed. Nog een keer. Het is geen corona, het is echt de zon. Als ik dan even een tijdje binnen heb gestaan en ik ga weer naar buiten, moet ik altijd niezen. Robin ging vanmorgen echt heel goed. Kiertje gereden, die ging eigenlijk ook wel heel lekker. En Kiertje is nog even aan het paneren geweest in de paddock. Dus die ga ik er nu even vangen. Hi Kiertje. Zo, Kiertje lekker in zijn opgemaakte bed. En dan ga ik testles geven. Maar veel passen in een meter. Zo, teugels worden te lang. Om je rechterkuit. Dus let ook op, als hij die teugels steeds lang en kort en lang en kort, dan zal hij ook weten dat die rek er is. Hè? Dus hij zal daar ook constant naar op zoek zijn. Zorg dat jij als ruiter die teugels op de goede plek vast kunt houden, zodat jouw paard niet weet dat er constant een soort rek is en dan weer kort. Nou, die teugels zijn daar en die zijn daar hetzelfde. En daar kan harder en zachter in geknepen worden. Zo, maar als die steeds weet dat die teugels toch langer worden, ja, dan zou ik ook de druk blijven zoeken totdat die teugels weer langer zijn. En let op, want in mijn verhaal over de teugels worden de teugels langer. Zo.
Ja, je doet je werk wel met rechts, maar je geeft net even iedere keer aan rechts geen steun voor hem. Hij mag net even niet aan rechts hangen. Het gaat er zeg maar om, ook voor onszelf, in een push-up, want ik probeer je iets wijzer te maken, hè, dat op een gegeven moment zeggen jouw spieren, ik kan dit niet meer. Dan ga je bijvoorbeeld een beetje meer op één arm hangen, of je denkt, nou ik doe het liever op mijn knieën, om het minder zwaar te maken. Zo'n paard doet dat ook. In alles wat hij zeg maar sterk wordt of lui wordt of misschien hard gaat of scheef gaat lopen, is dat, net als dat ik die push-ups moeilijk vind en na een paar denk, misschien moet ik een beetje scheef gaan hangen of met mijn hoofd een beetje meer zo of zo, ga ik compenseren in mijn lichaam om het voor mezelf makkelijk te maken. En wij zijn dus als ruiter, als we een paard africhten en trainen, constant zijn personal trainer zeggen. En hij zegt, ik vind het moeilijk, ik hang op rechts. Zeg je, nee, dat is helemaal niet nodig. En tuurlijk gaat hij daarmee in discussie. Daarom passen jullie ook zo leuk bij elkaar. Omdat jullie constant samen in discussie gaan met elkaar. Hij vindt het moeilijk. En jij denkt, waarom vind je het moeilijk? Maar zorg dat je niet denkt, waarom vind je het moeilijk? Maar dat je denkt, nee, het is helemaal niet moeilijk. Kom maar een beetje meer zo. Kom het maar een beetje. Probeer het maar zelf. Doe het maar op eigen benen. En dat is niet makkelijk als je jouw leeftijd hebt, hè? Goedemorgen, het is woensdagochtend. Hoi vriendjes, woensdagochtend alweer. Hoi vriendjes. Gisteren had ik natuurlijk verteld dat ik hier had gereden. En daarna ik eigenlijk helemaal alles vergeten te filmen. Ik was gewoon helemaal gewoon lekker bezig, naar huis toe geweest. Ik had testles gegeven. Nou, daarna ben ik naar huis toe gegaan, heb ik gekookt. En nu ben ik er weer. Het is nu 8:00. Het wordt de hele week een beetje warm. Eigenlijk heet. Vandaag is nog max 26 graden, maar de rest van de week wordt het volgens mij 29 of misschien wel boven de 30 graden. Dus ik ga vandaag eventjes ASO longeren met zadel en hoofdstel. En misschien kijken of ik daar even wat aan kan hangen. Ik ga deze manier even rijden. Want die rijd ik eigenlijk normaal maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Maar omdat het dan zo heet wordt, rijd ik 's morgens. Hé. Ja, ik ben toch nog in de buurt, joh. Doe ik hem. En vrijdagochtend doen we altijd uitmessen. Dus dan kan ik vrijdag niet 's morgens rijden. Dus dan rijd ik hem deze week eventjes maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zodat hij dan vrijdag vrij heeft. Kijk, en ze zijn echt alweer met het dak van de molen ook super ver. Nou, we hebben hartstikke lekker gereden. Ik was niet de enige die had bedacht om vroeg te gaan rijden. Want het wordt best heel goed weer vandaag. Dus we reden denk ik met 8 of 9 man in de bak. Dat is helemaal niet erg. Ja, al die 8, 9 man die wilden liever niet op de film. Of in ieder geval een aantal. Dus ja, dan kan ik daar moeilijk neerzetten en dan daaromheen filmen. Pietje zit lekker aan zijn ontbijtje. Ik ga mezelf nu eventjes snel omkleden. Goedemorgen, het is alweer woensdag. Ik ga nu voor het eerst weer auto rijden. Dus ik vind het eigenlijk best wel, ik was heel stoer. Maar ik vind het toch wel een beetje spannend om weer auto te rijden. Moet jij maar even filmen om allemaal het auto rijden. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja. Actie, mama gaat auto rijden. Zal ik lekker op je rug gaan zitten? Ja. Juppie, daar gaan we. Kom maar, Justine, we gaan alleen lekker even een half uurtje stappen. Kom maar. Ik ben op Justine lekker aan het stappen. Ik wil zeg maar zo'n beetje om de dag doe ik dan erop stappen. Omdat ik eigenlijk, ja, ze is niet geblesseerd, zeg maar, dat ze bepaalde dingen niet mag doen. Ik mag vandaag bij Justine het verband eraf knippen. Ze mag eventjes alleen 10 dagen stappen om te zorgen dat die medicatie alle tijd heeft om in te trekken. Rustig aan, Justy. Maar Just is vrij drukker. Dus ik ga mijn telefoon maar even wegstoppen. Want ik heb wel 2 handen aan het stuur nodig. Maar ik doe haar dan zeg maar wel onder het zadel stappen om toch te zorgen dat we
qua oefeningen en zo mogen we best nog wel een beetje wat doen. Dus ik wil nog steeds een beetje schouder voor, een beetje travers, een beetje appuyeren, een keertje halt houden, weer naar voren, een keertje bijna halt. Ja, ga ik een beetje doen. We hebben een half uur lekker gestapt. En dat ging eigenlijk best wel heel erg goed. Just heeft haar koelbekjes om. Ik ga mijn wekker eventjes op een kwartiertje zetten. Ik kan ze lekker helemaal onder de spuit. En dan is zeker de schiefel en de beentjes waar bandages omheen hebben gezeten, zijn lekker afgekoeld. Nu dus mijn broertje ook weer een beetje met de paarden bezig is, heeft hij eigenlijk mijn moeder ook aangestoken. Die wil ook weer wat met paarden gaan doen. Dus ik heb het volgende idee. We gaan vandaag beginnen met Caesar logeren. Doe je zweepje even afrollen, dat je... Kijk, ik heb twee lampjes bij me, want het is een beetje donker. Het is nu 10 uur en het is hartstikke lekker koel. De temperatuur is zelfs gezakt naar 21 graden. Dus hier hebben we Mandone, die wil naar bed. Dat zien we niet. Ekier. En daar Aso. Die zien we helemaal niet, want die is zwart. Die gaan we nu lekker naar bed halen. Nou, de paarden van de weide staan lekker op stal. Ik ben nu bij Just. En die zien we ook echt heel goed, hè? Want het is lekker... Kan ik het lichter maken hier? Ja, een beetje. Ja. Kijk. Daar is Just. Hey, Just. Ik ga Just nu even haar beschermers omdoen. Om haar schiefeltje te beschermen. Nou, daar zit ik weer op mijn bank. Het autorijden ging eigenlijk hartstikke goed. Het lesgeven ging ook goed. Ik had daarna nog een afspraak met iemand op stal. En ik verder nog een beetje te kletsen. Totdat ik opeens een beetje trillend als een rietje, als wetend op mijn benen stond. Dus dat was eigenlijk gewoon veel te veel. Dat had ik eigenlijk ook wel kunnen weten natuurlijk. Toen heb ik gevraagd of je mij even naar huis wilde brengen. Toen ben ik op de bank gaan zitten en nou ja... Buiten dat ik af en toe op moest staan wat te pakken. Nee, dat is niet waar. Want Eve is nog geweest om mijn nagels te doen. Ik heb nu weer een gel lakkie. Dan hoef ik ze niet meer zelf te lakken. Want dat is één grote ellende. Ja, ik ben nu echt helemaal klaar voor vandaag. Dus ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer. Oké, nou, ik heb net op Aso gezeten. Ik stapte eigenlijk op. Ja, ik wil een beetje spanning maken. Maar ik weet namelijk niet zo goed. Ik heb met de grote camera gefilmd. Maar de batterij was leeg. Ik moet mezelf nog even aanleren dat als ik iets met de camera doe, dat ik dan eerst even kijk hoe vol de batterij is. En dat ik niet aan de gang ga zonder dat ik daarnaar gekeken heb, zeg maar. Ik weet niet of hij het gefilmd heeft, maar ik ging zitten, dat ging eigenlijk heel goed. Ik kon hem overal een beetje aaien, een beetje zo op zijn nek en zo alles. Dus ik zeg tegen Felicia, want die had hem vast. Ik zei, nou, draai hem om je heen. En toen ging hij echt heel hard draven en wilde hij eigenlijk alleen maar rechtuit. Ik heb de bocht omgestuurd. Felicia heeft aan de binnenkant even haar gewicht in de strijd gegooid. En daarna ging het eigenlijk hartstikke goed. En het is natuurlijk een beetje warm vandaag. Dus hij hoefde eigenlijk alleen eventjes te stappen met mij erop. Dus dat heb ik nog even een kwartiertje gedaan. Ja, dat was hij eigenlijk heel erg lief. Hij staat nu lekker even in de molen. En we hebben nu afgesproken met Rebecca. Om eventjes weer te praten over social media. Nou, we koken met Steve, jongens. Mama zit al klaar daar. Ja, ik ben de aardappelen al aan het doen. Ja? Godver. Gevuld paderdeeg. Oh, wat zei jij? Wat doe je? Het is er niet eens. Hallo? A few moments later. Hallo? Oh, daar was je weer. Ja, mijn hond werd even thuis gebracht. Dan ben ik wat minder eenzaam. Oh. Steekt iemand zijn vinger op. Huh? Ja, Steve, zeg het maar. Het is donderdagavond en ik heb tegenwoordig een maaltijdbox. Ik moet zeggen dat koken eigenlijk wel weer gaat. Daar ben ik ook wel blij om. Maar goed, ik heb dus een of ander gehakt broccoli ding gedaan. En dat ga ik op het bladerdeeg doen. Dan ga ik het in de oven doen. Liv en Jolie die zijn vandaag bij Sam. En ik heb ondertussen natuurlijk alweer 1000 keer gebeld met Daan. Ik zal morgen eens proberen te filmen hoe vaak Daan en ik bellen. Over echt niks natuurlijk. En ons vervolgens dan nog weer terugbellen. Nou goed, dat dus. Wat er ook al gebeurd is, is dat de koelkast is geleverd. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is ook precies dezelfde afmeting als die andere, maar hij is echt een stuk groter. Ja,
daar ben ik heel blij mee. Dus dan kan het campinggevoel weer weg. Dan kan deze campingkoelkast, of nou ja, althans die koelkast staat bij ons in de schuur. De kastje kan gewoon weer mooi daarheen. Dan staat alles hier weer netjes op zijn plek. Ik ga het oven even voorverwarmen en dan ga ik dat in de oven doen. Dan ga ik kijken of ik vandaag een yay krijg in plaats van een eeuw. Dit is dus het eindresultaat. Het is wel een beetje bleekjes. Mama! Ja, dat vet je. Liv is net ondertussen thuis gekomen. Jolies met San, met de tante, weer mee terug naar stal. Want we gaan barbecue op. Want ook barbecue op stal. Dus ik ga nu alleen met Liv deze enorme broccoli cake opeten. Nou ja, dat gaat natuurlijk sowieso niet lukken. Er moest ook nog iets van tomaten salade bij. Maar ik heb echt tomaten. Tomaten. Tomatensoep vind ik echt heerlijk, maar tomaten. De tomaten ga ik bewaren. Ga ik natuurlijk niet weggooien. Ga ik een soepje van maken. Ik ga hier stukjes van snijden. Dan gaan Liv en ik dit eten. En dan ga ik weer op de bank een serie kijken. En waarschijnlijk nog 6 keer met Daan ben. Nou ja, dat is weer voor vandaag. Ik zie jullie denk ik morgen weer. It's feeling hot, hot, hot. Het is nu 33 graden. Dus ik ga nu eventjes. Nee, ik moet niet zeggen. We gaan nu alle paarden even afspuiten. Robin houdt ze vast en ik spuit ze af. En dan ben ik niet in 2 uur bezig met alle paarden afspuiten. Onder de slang gestaan. Ik heb nu een grote emmer gevuld met water. Grote emmer. En daar ga ik bij doen van EcoStel de elektrolytenmix. Want omdat het natuurlijk warm is, doen de paarden ook meer zweten als normaal. Het is heel belangrijk dat je elektrolyten aanvult. En eigenlijk tijdens het zweten verliezen de paarden niet alleen zout, hè, door het zweet, maar verliezen ze ook een hoop vitamine en mineralen. En dan ga ik er niet vanuit dat één paard meteen de hele emmer leeg drinkt. Maar we gaan het zien. Maar Joortje, kom eens bij me kijken. Een lekker emmertje voor jou. Lekker, Cassie. Lekker. In de stal, eigenlijk even om het te koelen, doe ik het middenpad nog even een beetje nat spuiten, zodat er een beetje koud water op de vloer ligt. De paarden buiten zijn niet zo geïnteresseerd als de paarden binnen. Hun hebben een stopje onderin de voerbak. Om echt te zorgen dat er geen water uitloopt. Dus ik geef hun eventjes een laagje water in de voerbak. En dan krijgen ze over een uurtje biks. Dus dan, als het nog niet op is, dan zullen ze het straks met de biks wel opeten.
De paarden zijn er nu in verkoeling toegekomen. Die zijn afgespoten. Die hebben water gehad. En nu ga ik voor mezelf zorgen. Dus ik ga bij Dennis en ouders gaan we vanmiddag chillen. Want die hebben een zwembad staan. We hebben de hete week weer overleefd. Dit waren vooral een hele hoop vroege ochtendjes en late avonden. Om de paarden te zorgen dat die voor de hitte en na de hitte de box uit zijn gekomen. De wedstrijd van Robin is niet doorgegaan. Dat is ook wel logisch, want het zou zaterdag 35 graden worden. Dat zijn natuurlijk geen temperaturen om met een paard op wedstrijd te gaan. We hopen dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En druk op dat belletje om te zorgen dat je als eerste te horen krijgt dat we weer een nieuwe video hebben. En dan zien we je volgende week weer. Doei!